En goedemorgen. Ja, het is weer maandag, dus we gaan even weer heerlijk trainen. Ja, de laatste kilootjes eraf. De laatste 10 kilootjes. Nee hoor, de laatste 11 kilootjes. Wat heb ik als ontbijt? Ja, de vorige keer deed ik het hartstikke goed op die kwark. Met die havenvlok. En mijn maatje Wim die zegt altijd, nou dan moet je kaneel in doen. Dus ik heb er vandaag kaneel in gedaan. En dan gaan we maar eens kijken of het dan echt kouwen is. Want ik vind het eigenlijk helemaal niks. Ik vind het niet lekker. Maar ja, ik heb het vandaag gedaan. En gisteren schreef een bankpasje ermee uit. Dus gelijk die ABN gebeld, dus ik hoop dat het vandaag of morgen dat ik weer een bankpasje heb, want anders zit ik zonder geld. Nou, ik ga even eten en dan ga ik richting sportschool. Ik wens u een hele prettige dag. Een goede middag. Ik ben weer terug van trainen. Ik heb de maandagse procedure gedaan. Dat is nek, borst en mijn triceps. Dus het klaart hier een beetje op. Het was vanmorgen dat ik wegging weer dikke soep, oftewel dikke mist. Het is nu helder, maar het is wel koud. Ik heb als lunch heb ik een omelet gemaakt vol met groenten. Er zitten champignons in, er zit rode peper in, er zit paprika in, er zit champignons in en er zit ui in. Dus in feite een hele maaltijd. Het is een maaltijd omeletje. Maar het is gewoon de eiwitten die erin zitten is gewoon even om te herstellen. Want dat heb ik weer getraind. Er was er eentje die zei van ik ben altijd blij als ik weer naar huis ga. ik vind het altijd jammer als het over is. Maar ja, ieder zijn mening. Maar ja, die trainde al 17 jaar zijn die. Dus ja, dat was ook wel te zien. Nou, ik zal u even de omelet laten zien. Hij is niet mooi uit het pannetje gekomen, maar dat ziet er weer lekker uit. Dus de vinkpunk ook, die moet ik ook in de gaten houden. Dus. Ik ga vanmiddag nog even fietsen. Maar niet te lang, want het is vandaag echt een kort rondje, want ik moet dan vanavond tjatjien ook. En dan ben ik maandag weer als een dweil. En daar heb ik geen trek in. Dus. Maar ik neem u mee op de fietstocht. Een goede avond. We zijn weer aangekomen bij het item. Wat eten we vanavond? Nou, we eten het simpel, want ik moet zometeen nog tjatjien. En ik heb me een beetje vergist. Ik zou een klein rondje fietsen. Maar dat werd een groot rondje van 30 kilometer. En nog even een kopje thee bij een vriendin gedronken. Dus ik ben hartstikke laat. Wat eten we? Bloemkool. En broccoli. Roosjes. Met sambal en gember. En kipblokjes. Wat hebben we nodig? Bloemkool en broccoli, roosjes. Ik heb ze al gesneden. Sambal, sojasaus, gember, rode peper, want het kan bij mij niet zo heet genoeg wezen en het is ook een goede vetverbrander. En kipblokjes, kipfiletblokjes. Dat is alles wat we nodig hebben voor vanavond. En ja. Ik zie u zo meteen weer aan tafel. Ah,
Goedenavond, we zitten hier aan tafel. Ik was van plan om een klein rondje te rijden. Alleen met de Kalverpolder doorheen. En dan weer naar huis. Maar ja, het was zulk mooi, schitterend mooi weer. Ik denk, ik ga nog even een stukje verder. Nou ja, dat heb ik dus gedaan. En dus ik heb 30 kilometer gefietst. Nou, dat is wel lekker. Vanavond nog een tjachier en dan morgen maar een beetje rustig gaan doen op de sportschool. Wat heb ik gemaakt voor vanavond? Nou, dat is een kleurrijke maaltijd. Dat is broccoli met bloemkool en kipfiletblokjes en een sausje eroverheen van ketchup met gember, sambal en rode peper en knoflook. Iedereen kan het maken, zo simpel als wat. Als je met z'n vieren bent of ben je met z'n tweeën, dan kun je het door de helft doen. En dan kun je er noedels bij doen als je dat wil. Ik doe het even niet. En ik ga wel wat minder vlees eten, want ik zag het gisteren bij Loebach, of weet ik veel hoe die kerel heet, maar ik vind het altijd vreselijk leuk en lachen, maar hij zegt wel de waarheid. Zo'n koe die kost meer water dan ik ooit eens opmaak, dus, maar ja, dat maakt niet uit. Ik ben altijd bezig met het milieu, dus het een beetje te verbeteren. Dus ik heb ook geen auto, dus dat scheelt allemaal. Ik doe alles met de trein of met de bus of met op fietsie. Het liefst alles op fietsie, maar ja, ik heb kennissen heel ver weg wonen. En dan ben ik 2 dagen aan het fietsen ofzo. En als ik naar Mongolië ga, dan ben ik gewoon 3 maanden onderweg. Dus mag ik nou wel vertrekken. Maar ik zeg gewoon, nee, ik ga vanavond tjachieren, dus ik ga niet naar de wereld draait doorkijken. Trouwens, ik moest lachen van de week, die dikke Rotterdammer, die Paul de Geel, die zei dat hij tegenwoordig ook aan het afvallen was en hij heeft heel andere dingen in zijn koelkast dan vroeger. Ik denk, ja. Je hebt nou wat grotere dildo's erin. Ijskoud de beste. Ik vind het al een showtje wat er zit. Dan heb je die Jor. Weet ik veel wat die dingen zijn. Altijd over geld. Mensen vertellen tekort te heet gewassen broeken. Want het is altijd tekort. Hij heeft het kleinste pikje van Nederland. Stijve stand is het 12 centimeter. Nou, dan heb je die schreeuwneven van een prim. Nou, wat heb je dan? Dan heb je onze jaarknikker Silvana. Nou ja, de enige die meevalt, dat is die Marie Huibrechts. Maar voor de rest, Peter Erg de Vries. Die mag ze zijn snor ook wel eens een keertje ergens anders in opplakken. Bijvoorbeeld Oxymond of zo. Wat een eikel. Nou, dan heb je die Jan Mulder. Ja, vroeger vond ik hem grappig, maar het is tegenwoordig ook een assaipinsel van hier, Tokio. Dus. Maar ja, dan heb ik ze een beetje allemaal gehad en daarom kijk ik er niet naar. Nou ja, die pauwen, daar kijk ik helemaal niet meer naar. En wat ik vanmorgen in de krant lees, Hans Speklap van de PvdA, die heeft geen tegenkandidaten. Nee, wie wil er op een plaats zitten van een vereniging die zometeen failliet is. He? Dus Spekkie, hey, ik heb nog een heel ander vanmorgen voor je vastgezeten. He? Klaujo. Met Bijltjesdag. We weten je te vinden. Oh, meneer voelde zich zo bedreigd. Nou, ik weet nog even waar je woont, dikke homo. Dus doe maar zo. Ik wens jullie een prettige avond voor vanavond. Ik ga lekker, dus nogmaals, ik ga lekker chatje hier vanavond en lekker
tot rust komen. En ik zie jullie morgenochtend weer.